Ah! Je denkt, wat kijk je nou weer? Op GameKings.tv. Nou, het is een item. Het heet There Can Be Only One. You Can Pick Only One. Of iets van die strekking. Jij heeft het bedacht. En wat we zo meteen gaan doen, is we gaan kijken naar een overzicht van allemaal PlayStation games. En dan mogen er allemaal eentje wegstemmen. En weer terugstemmen. Ja, en weer wegstemmen. Franchises vooral. Ja, het zijn heel erg, maar het zijn niet alle PlayStation franchises. Het zijn sommige PlayStation franchises. En sommige zijn ook niet PlayStation franchises. Nee, nee. Maar wel ooit geweest. Ook niet echt. Zijn uitzonderingen. Dus there can be only one soort van. There can be soort van only one. Maar er moeten er ook drie overblijven. Dus. Moet, ja, drie of één. There can only be one. Dus er kan drie overblijven. Lijkt me wel. Nou goed, laten we die shit bekijken en laten we kijken wat we met dit item aan moeten. Dit is het lijstje. Zijn er franchises die we hier gewoon per direct al gewoon weg kunnen strepen, ja, van dit komt niet in de top drie. Want laten we gewoon zeggen, het is de top drie. Je mag eentje wegstemmen. Ik mag er eentje wegstemmen? Ja, het moet per één, want anders kunnen ze het niet. Ik schop jullie waarschijnlijk voor de schenen en dat voelt goed. Dus ik zeg Infamous. Nou ja, doe even normaal. Ik heb echt niks meer. Ik vind dat echt middle of the road fucking doorsnee shit. Je hebt het niet gespeeld, je kent het niet. Ik heb het gespeeld, maar nooit uitgespeeld. Nou, maar sorry, nu vind ik het niet leuk meer. Het is de enige fucking franchise die erop moet blijven. Misschien bedoelen ze met There Can Only Be One dat er straks nog maar één iemand in de studio zit. Ja, dat denk ik. Dat jullie allemaal ontslagen zijn. Omdat jullie Infamous wegstemmen. Nee, sorry. Infamous vind ik echt, dat had meer een Xbox. Maar waar heb je het al? Mag ik nu Infamous terugstemmen in mijn beurt? Dan wil ik nu Infamous terugstemmen. Okay. Dit gaat heel lang duren. Ja. Want ik ga hem zo weer wegstemmen. Nee. Want ik ga nu eerst iets wegstemmen wat jij absoluut terug gaat stemmen. Dat is Gran Turismo Sport. Gran Turismo, de franchise dan. Ja, hè? Doe maar weg. Weg met die crap. Why? Nee, gewoon die autocircles. Die bewegende encyclopen die willen hebben. Dit is echt letterlijk de beste race game die je kan krijgen op console. Dus ik haal die rode kruis haal ik weg. Dit is een cadeautje voor dat je Infamous wegstemt. En nu kun je Infamous nooit meer. Nu gaan Juri. Juri en ik. Juri. Juri en ik gaan dit. Juri. Kleine Juri. Okay. Juri komt uit Rusland, dus die is hier verstopt onder het zadelweg. Zo, heb je die hypersonische raket gezien? Die nee. Oh, het lijkt wel een atoombom. Ja? Jesus Christ, een van de wapendepot. Maar het is geen atoombom. Nee, maar die gast die het filmde dacht het wel. Het was een Amerikaanse journalist. Ja, maar leuk en aardig. Maar haal die rode kruis dus weg. Waarom film je het dan? Ik heb het niet terug in de koelkast zitten. Nee, hij heeft het gefilmd. Hij dacht, fuck it, ik film het. Nah, hij heeft nooit Indiana Jones 4 gezien. Nee, dat is waar. Hij had nooit Indiana Jones 4 gezien. Goed, Gran Turismo is weg voor altijd. Nee, die is niet weg. Om nooit ik heb hem teruggetrokken. Nee, het is weg. Koos, jij bent. Koos. Haal die godverdomme de kruisjes weg. Nou ja, dan zijn we opnieuw begonnen. Dan ben ik nu. Nou, Juri, kom op. Nou, ben benieuwd wat we het nou weer terug gaan halen. Ja. Nou, weet je, ik doe Wipeout weg. Waarom? Er is al jaren niks meer uitgekomen, toch? Wipeout? Ja. Dat was vet ooit. Dat is toch dat programma dat je over die rode ballen moet springen? Wat? Nee, man. Jawel. Ja, nee, maar... Je zit er te fashion. Nee, maar even serieus. Dit is Wipeout. Ja. Dit was ooit echt de iconische PlayStation series. Vergaande glorie. Je slaat de spijker op zijn kop. Ooit. Dus niet meer. Deze gaat weg. Ja, ja, maar dit was vetter dan Gran Turismo. Hoor. Ja, ik weet nog. De PlayStation 1 had ik op demodisc. Dat waren nog dingen. Hoe heet die soundtrack ook weer? Wie had dat ook weer gedaan? Nee, denk ik veel, joh. Hoe je hoort nooit dat van die gasten. Geen die idee. Eerste... Die junkie maar het was echt gruwelijk, nee. Maar het is nu veel te beperkt. En weet je, dit speel je op je mobiele telefoon tegenwoordig, joh. Dus helemaal terecht dat deze weggaat. Was dat vet. Dat was vet, hoor. Hey, we moeten, laten we gewoon 2 uit 3 of je iets mag weghalen, ja of nee. Hoe bedoel je, want anders blijven, iets mag kijk, als je zegt Infamous, de kruis moet weg, dan moeten 2 mensen aan tafel minimaal mee eens zijn. Oké, dan doe ik de Gran Turismo nu weer terug. Nee. Weg dus. Die moet weg. Nu. Ja, dat mag voor mij ook. Gran Turismo, ja, 2 zijn toch. Nu gaan we ruzie krijgen. Ja. Nou ja, daar is het item ook. Je kan het niet goed onderbouwen en toch zet je het weg. Nee, dat omdat is raar. Het is gewoon een encyclopedie. Het is een auto. Ja, het is wat de beste franchise is. Nee, het is geen goede franchise. Het is een hele goede franchise. Nee, zijn bij deel 7. You can only pick one. Nee, Gran Turismo moet echt weg. Overrated. Oké, I can only pick one. Ja. I pick Gran Turismo. Die gaat weer terug. Ja. Dat mag dus niet. Nee, wel. We moeten er toch 2 mee eens zijn. Ik denk dat er wel spelregels opgesteld zijn. Ja, maar er zijn er 2 mee eens. Okay. Ja, jij hebt net de regel toegevoegd. Er moeten er 2 mee eens zijn. Ja, dan heb ik maar verloren. Ja. Play myself. Nou, wat zou je dan weg willen hebben, Koos? Oké. Dan kies ik toch
voor Killzone. Dat, dat Killzone? Is wel Nederlands trots natuurlijk, Guerrilla Games. Maar Killzone, dat is ooit geïntroduceerd als de Halo Killer. Dat is het nooit geweest. Het is grafisch wel een hele mooie shooter. Destijds kwam er ook echt niks bij in de buurt. We werden ook wel genept op die 2007 presentatie, weet je nog, bij de PlayStation 3 toen die werd aangekondigd. Ja. Toen bleek dat gewoon een volledig CGI filmpje te zijn, maar weet je, ja, dat was altijd alleen daarom een matige shooter. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus, ja, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Top. Zullen goed, we wel jij ook? Ja. Zijn we eens gezind? Gewoon ja, een keertje? Ja, wow. Een keertje eensgezind. Ja. Zullen we wel dat je ook nog een soort mag plieën? Dat als je denkt van, ja, maar nu zeggen jullie met z'n tweeën echt bullshit. Dan mag je jezelf wel... Ja, als je een goed argument hebt, wel. Ja. Ja, ja, absoluut. Zeker weten. Oké, okay, dan ben ik alweer. Ja. Dan doe ik Spider-Man. Puur omdat ik dat niet... Ik weet dat het op PlayStation uitkomt, maar het voelt niet echt PlayStation. En als PlayStation het nooit meer doet, dan doet iemand anders het wel. En ja. Het zijn vette games, maar het voelt voor mij niet... Ik denk niet aan PlayStation als ik aan Spider-Man denk. Nee, maar ik denk wel aan Spider-Man als ik aan PlayStation denk. Omdat letterlijk ook dat PlayStation 3-fontje was een Spider-Man-fontje. En Spider-Man is altijd een Sony-property geweest natuurlijk. Maar de game, hoe vet ik hem ook vind... is niet mindblowing of niks bijzonders. Laat ik het zo zeggen, voegt niks verder toe aan de gaming-industrie. Dus dan kan ik er maar leven dat hij gewoon... Eens, hoort die Spider-Man op de PlayStation 4? Gewoon Spider-Man. Spider-Man en ja. Ja, Miles Morales. Ja, nee, die Mike Morales, dat geloof ik wel. Maar Mike. Ja, Mike we noemen die Mike Morales. Zo heette de kok in Blast Galaxy. Ja, nee, dat weg dus. Mooi. Nou, ja, dan ben jij. Ja, jij mag iets wegstemmen. Nou, dan zeg ik The Last of Us. Ik wou dat zeggen, die heeft het nog lang opgestaan. Ja. Maar ik bedoel, de eerste game was echt episch, fantastisch. Hebben we vaak genoeg benadrukt. De tweede game was een... Ook super vet. Woke of peace. Supergoed. Woke of peace shit. Peace of shit. Ja, dat vind jij. Ik ben het niet mee eens. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vind waar Naughty Dog gewoon echt heel goed in is, is in storytelling. En dat komt ook echt naar voren. Nee, maar dat komt ook echt naar voren in die games. Last of Us, geniaal. Last of Us 2, ook een super vet verhaal. Maar de gameplay is zo ontzettend basic. Jawel. Basic. Het is voor het eerst dat je echt het gevoel had dat je moest overleven. Dat is het hele idee van dat je met je rugzakje op pad was. En ja, dat is bij één was dat leuk. Ja. Maar bij twee was dat al weg. Maar het was super basic. En weet je, het is fijn. Er is ook niks mis mee. Want het is nog steeds een mokerharde game. Maar wat mij betreft, omdat het niet op alle fronten shined, dan kan ik hem leven. En ik ben Days Gone ook vetter. Days Gone is vetter. En ik vind het gemelk van deze franchise, daar ben ik wel klaar mee. Ja. Voor de derde keer die shit remaken. Ik zoiets heb van, oké, ik geloof het wel, man. Ja, nee, deze kan weg. De Last of Us. Ja, de Last of Us opgezaald. Best lekker dan. Ja, gaat lekker. Ja, ruimt lekker op zo. Lastig wel, nou, hoor. Koos, maar jullie vinden dus allebei, even voor de duidelijkheid, jullie vinden allebei dat Infamous bij de beste franchises van PlayStation ooit hoort, minimaal top 3, want jullie zeggen hij mag niet weg. Hij mag nog niet te snel weg in ieder geval. Nee, en ik dus hij moet uiteindelijk wel weg. Ik vind het, maar je gaat nu al naar de conclusie toewerken, maar laten we even wachten tot we daar aankomen. Want ik vind het namelijk wel best wel interessant. Ja. Want heel veel van deze games die hierop staan, waren ooit fantastisch, waren heel goed. En zijn toen op een gegeven moment uitgemolken, afgelikt... gewoon uitgerafeld. Opgespuugd zelfs. Opgespuugd. Zoals wie? Voor hem Last of Us onder andere. De Last was een goed voorbeeld. Maar ik vind bijvoorbeeld Gran Turismo ook een goed voorbeeld. Ik bedoel dat de eerste Gran Turismo helemaal fucking fantastisch. Tot en met deel 3 ongeveer. En daarna is het, daar gaan we weer, weet je. En dat heb ik met al die games. Killzone, Wipeout. En er staan nog veel meer. Ik ga er eentje noemen weer. En dat zullen ook mensen niet in dank afnemen. Maar Horizon. Ja. Sorry, Horizon moet weg. Eens. Het ziet er echt fantastisch mooi uit. Maar het is gewoon een Assassin's Creed. Alleen dan met de robotdinosaurussen en een PlayStation jasje. Meer niet. Ja. Nou, ik heb, het is nooit mijn franchise geweest. Het is nooit mijn game geweest. En in die zin, ik vond hem qua gameplay beter dan Killzone. Maar er is, er is iets met Guerrilla. Ze komen altijd soort van... Ze leveren 95% van het werk. Het is perfect afgewerkt. En er is altijd... Eén dingetje dat ik denk van... Oh. Heb je Forbidden West gespeeld? Nee. Je hebt één game gespeeld. Zeker niet. Ja, maar ik zeg heel eerlijk, Forbidden West is er een grote stap vooruit ook ten opzichte van Horizon. Maar nog steeds, in dat genre, is het niet de allerbeste. Nou, als het door wordt gezet, want ik vond de eerste Horizon niet heel goed, daar kwam ik niet doorheen. En de tweede heeft me echt
weggeblazen. Ja, en ik ben er helemaal aan boord. Maar als je nu al zegt, twee games, nou ja, en de eerste is matig, nou, dan kan die franchise maar wat we wel zeiden over bijvoorbeeld Gran Turismo, et cetera, en dit is waarom Jak & Daxter, die heeft 3 games gedaan die voor mij legendarisch zijn. En daarna is het niet uitgemolken, zoals bijvoorbeeld een Spyro en dat soort games, waardoor het nog altijd een soort van alleen maar goede producten heeft gehad. Nee, maar was het niet bij de launch van PlayStation 4 dat Jak & Daxter was die niet zo goed was? Nee. Het is alleen de PlayStation 2 uitgekomen. Oké. Maar Horizon, wat je, nou, je zegt het zelf al. 2 games, de eerste kwam je niet doorheen. Dus dan moet je gewoon tweede weg. Ja, maar dan moet hij gewoon als weg. Er nooit meer een Horizon game gemaakt wordt, kan je mee leven? Kan je daarmee leven? Dat is wat dit is, hè? Ja, als ik dit, ja, dat kan wel. Ja, toch? Ja. Nou, dan ga je al. Weg ja. erbij. Ja. Nou, ja, jij mag de volgende weghalen. Ja. Ik? Ja. Dan doe ik Metal Gear weg. Maak je dood, jongen. Simply because I don't care about it. Ik vind Metal Gear een fantastisch voorbeeld van één geweldige game en een heleboel rommel. Jullie zijn echt gestoord. Want Metal Gear Solid 3 is ten eerste de beste Metal Gear van de hele franchise. Herhalings. En qua gameplay is Metal Gear Solid 5 verreweg de allerbeste. En steeds vandaag de dag nog, open wereld game, komt niks bij in de buurt. Het is een leuke game. Nee, nu je het zegt, doe maar weer terug dan. Oké, nou, Metal Gear mag echt weg voor mij. Dat doet normaal. Voor mij mag Metal Gear ook weg. En het ding is ook, Kojima is weg. Nee, je kan nooit meer een nieuwe maken. Maar dat bedoel ik. Dat is ook een ding, hè. Van, ik bedoel, er gaat nooit meer een Metal Gear game komen. Vind je het erg? Nou ja. Ja, maar wacht, ik vind het heel is wel belangrijk. Is het zo dat als we hem wegstemmen, dat dan ook alles wat er ooit heeft bestaan weg is? Of gaat die kunnen niet de geschiedenis veranderen. Nee, wat er is, dat is er. We bepalen. Want anders zouden we niet weg kunnen stemmen, want dan zou het er niet op staan. Ja. Snap je? Nee, maar als het niet zou bestaan, zou het niet op dit lijstje staan. Als we het echt uit de geschiedenis zouden kunnen... Bij Back to the Future, dat dadelijk zou die foto... dat iedereen er zo half dat we nu verdwijnt. Teruggaan in het verleden... Ja. En dat we dan die hele franchise... Maar ik vind dat Bart Smith zo alle Metal Gear Solid verdwijnen. Maar ik vind het wel sterk dat we niet bestaande games gaan wegstemmen dan. Dat kan dus niet. Nee, daarom inderdaad. Dus er bestaan wel, maar er komt nooit meer iets uit. Dat is het ding. Nou, Metal Gear weten we dat al. Er gaat nooit meer iets uitkomen. Jij mag kiezen. Nou, dan zeg ik Final Fantasy. Doe normaal, man. Als er nooit meer een Final Fantasy komt. Echt, I don't care. Nooit. Ja, ik zou je wel willen helpen, maar ik heb nog nooit een Final Fantasy gespeeld. Dus waarom dat is geen excuus. Ja, met die chocobo's. Dat betekent dat jij heb je ooit als een gele vogel willen rondrennen? Nou, ja, dan weer wel. Tuurlijk. Nou, ja, dat chocobo, jij niet? Jij niet? Nee, ik geef niet zo'n gele vogel. Maar even zonder geld willen rennen. Nee, ik ben niet zo'n geile vogelrenner. Nee. En het rare haar van die gasten. Jullie zijn wat meer van die into die haar dingen. Kijk, oprecht. Als jij deze game nog nooit gespeeld hebt, ja, dan mag je hier niet je mening over uiten. Jawel. En als maar dan kom je er nooit uit. Nee, jawel, als ik dan kijk tussen Boris en ik heb er heel veel ervaring mee. Dan moet je gewoon met mij meegaan eigenlijk. Nee. Ik heb Final Fantasy. Ik heb Final Fantasy 7 gespeeld. Dat was een fantastische Final Fantasy. En dat was de laatste goede Final Fantasy. Nee, zeker niet. Maar de laatste goede Final Fantasy is letterlijk de laatste Final Fantasy weer. Dat is Final Fantasy 7 Remake. En Final Fantasy 15 was heel goed. En Final Fantasy 14 was heel goed. Nee, wacht even. Een remake kan nooit de beste versie. Omdat het geen remake is. Het is letterlijk opnieuw gemaakt. Nee, maar remake. Nee, maar het volgt niet het verhaal van de herhaling van remake. Het is een reissue. Opnieuw gemaakt. Het is een remaster. Maar het is duidelijk dat je die game dus niet hebt gespeeld. En dat is ook waarom ik deze remake wel mag. En andere. Nee, maar die gameplay kan niet meer in 2022. En daarom zit het er ook niet in. Maar er zijn er... Je zei, had het net over Final Fantasy 15. Dus het feit dat ik het... Er zijn er genoeg. Ze zijn allemaal heel goed, dus dan kan ik die alle 15 nog spelen. Ben ik mijn hele leven nog wel bezig. Ben je echt je hele leven mee bezig? Ja. Want het is ongeveer 100 jaar voor één Final Fantasy. Dus dan kun je moet 15 of 7 remake gaan spelen. Maar het hele idee, Final Fantasy 15. Ja. 15 games. Nee, veel meer nog. Ja, want je hebt al die X2.3, ja, Chocobo Racing, yes. Allemaal heel veel crap. Ja. Nee, het is een gigantische franchise. En wat mij betreft had hij de jaren 90 niet moeten overleven. Normaal. Als één franchise, niet van de mainline series, die nog nooit een turd heeft afgeleverd. Wat is de mainline franchise? Ah, kijk, je hebt allemaal spin-offs, weet je wel, met Final Fantasy Tactics en dergelijke. Maar gewoon als je Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noem het allemaal maar op. Er zit geen één drollenbak bij. 13, er zit geen één drollenbak bij. Geen één. Echt wel. Nee. 8. En dat is echt knap. 8 was kut. Sinds 1987. 8 was echt doe normaal. Kut. Nee, 8 was echt kut. Ja, je lult uit je nek. Nee. Ik lul niet. Wie is het hoofdpersonage uit 8 dan? Ja, dinges. Met zijn haar. Okay. Dat is zwart. De Japanse. Ja. Maar oké, ik kan jullie niet overtuigen. Dat lijkt me duidelijk. We blijven alleen maar met scheid over zo. Goed, weg met die shit. Jij bent Koos. Oh, ik ben? Ja. Poeh. Dan kies
Ik Spyro the Dragon. Ja, en, een hele vette game. Maar er is er maar eentje van. En dat hebben ze nooit meer cool maar kunnen maken. Van? Ja, die cool was. De eerste drie zijn heel goed. Nee, ben ik niet mee eens. Ik vond ze zijn opnieuw uitgebracht. Twee is beter dan één. Eventjes voor de zekerheid. De remake is de beste versie. Spyro is ook verder niet een Sony franchise. Nee, ook niet was meer. Was het wel. Ja, het natuurlijk. Was het ooit was wel. Was het ooit wel? Ja, Activision, dat was, toch? Was alleen op de PlayStation. Activision heeft die remaster gedaan. Ja, dat kwam daarna. Ja, die doen het nu. Net zoals met Crash Bandicoot eigenlijk. Ja. Bizar. Okay. Nee, ja, maar Spyro, nee, sorry, dat zijn betere games. Het is een leuke draak. Precies. Ja. Het zijn ook leuke games, maar alles wat er na de PlayStation 1 kwam is gewoon troep. Daarom. Dus, ik vind jullie die remake is cool. Ja, 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 maar dat zijn de eerste drie. Dat zijn de PlayStation games. En ik wil straks nog vechten voor Crash Bandicoot, dus dan offer ik Spyro wel op. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Je gaat flink teleurgesteld worden met Crash Bandicoot. Nou ja, ik moet zeggen... Het kan nog. Ja, 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 jullie zijn echt draken van mensen. Dat is wel duidelijk. Nou, het begint nu wel spannend te worden. Ik ga dan nu... Ratchet & Clank wegstemmen. Ja. Ja, ik vind het een coole franchise. Ik speel het graag, ook omdat er gewoon te weinig platformen zijn. En ik vind dat wel cool. Maar het mag voor mij in het rijtje met bijvoorbeeld een Crash Bandicoot. En zelf met een Spyro vind ik dat legendarische karakters dan dat ik Ratchet & Clank vind. En het is ook niet meer wat het geweest is. Vroeger was het nog wel een beetje... Ratchet is leuk, niet episch. Mooi ook. Maar wel, ik vind maar... dat vind ik sowieso een ding. Hè. Bij Sony, de character creation is gewoon altijd een soort poging om die Nintendo doelgroep binnen te halen. En die shit is nooit zo goed als Nintendo games. Het is niet slecht, maar ik had bij, weet je, zoals Donkey Kong... maar het is zelfs goed, maar het is niet episch. Nee, het is Mario, Donkey Kong, die shit is allemaal episch. Maar het is een tegengeluid, toch? Ik bedoel, in de Crash Bandicoot reclames voor de PlayStation 1... was letterlijk iemand in een Crash Bandicoot pak... die bij een Nintendo gebouw stond te schreeuwen, hoe cool die was. En dan is dat net even kut, weet je? Ja, het is gewoon kut. Dat kan niet. Nee, maar hetzelfde verhaal met de Halo Killers waar we het net over hadden. Resistance, Killzone, noem het allemaal op. Allemaal nee. Ja, nou goed. Dan ben ik aan de beurt. Dan zeg ik God of War. Moeilijk, hè? Ja, maar no fucking way. Nou, ik zou die komt erbij te staan, want simpelweg de laatste versie is bijna perfectie in een videogame. Nee, ben je niet mee eens. Alles goed. Wat deed de laatste God of War niet goed? Nou, ik vond het gewoon heel repetitief en je moet ervan houden. Ik snap het en ik hou er niet van. En dat is gewoon die trial and error shit. Gewoon de hele moeilijke boss fights en dan gewoon blijven proberen. En op een gegeven moment, je zou moeten. Get good. De God of War, vooral die laatste, semi-open wereld, fantastische graphics, fantastische soundtrack, fantastische verhaal. Leuk. Goede character art. Ik vind ook opvoedkundig, hè. Ja. Klopte die hele situatie met dat jongetje niet? I don't give a shit. Nee, dat klopt helemaal niet. Zo ga je niet met... Ik bedoel, je verwacht een soort van onvoorwaardelijke communicatie met dat kind. Maar wat krijgt dat kind? Die moet herten doodschieten. Al gelijk in de eerste minuut van de game. Ja, heel sterk. Ja, nee, God of War moet blijven. Moet terug. God of War, ja. God of War moet terug. Twee man zeggen God of War terug. De eerste drie misschien nog wel vetter dan dat. Ja, helaas, Boris. Ja. Je hebt gekozen, je hebt gefaald. Dan ben ik weer aan de beurt. Nee, wat gebeurt er? Jullie hebben je beurt verspeeld met hem wegdoen. Is dat zo? Met hem je was aan de beurt en we hebben hem gewoon terugpakken. En ik ga nu door naar de volgende. Dat kost je de beurt. Nee, dat kost zeker je kan niet zomaar dingen gaan terugpakken. Want hier komt die van mij. Dan zeg ik alsnog Infamous. Het is nu wel tijd voor Infamous. Nee, Infamous en ik heb het je al uitgelegd waarom. Nee. Maar serieus, het is de enige... Gemeens, toch? Het is de enige originele serie. Pas op met wat je nu doet, hè? Ja, Infamous mag weg. Oké, dankjewel. Infamous mag weg. Nou, dan gaat je Crash Bandicoot af. Sorry. Infamous gaat niet weg. Het is een soort wie is de mol met video. Nou, jij bent nu... We hebben er nog, even kijken, 2, 4, 5 over. Dus er moeten nog 2 weg. Tekken wegstemmen. Dat is lastig na Tekken 2. Het is verouderd. En Tekken 3. Ja, Tekken 2 was de beste. Ja, Tekken 3 misschien aangekomen. Ja. Ik vond Tekken vroeger cool, maar nu... Ja. Nou, het is... Kijk, als het de vraag is van... Zou je het erg vinden als er nooit meer een Tekken game uitkomt? Ik heb de laatste 8 al niet meer gespeeld. Dat bedoel ik. Dus ja. Ik ook niet. Dus whatever. Het was leuk. 2 en 3 zijn echt heel goed. 2 is... Eigenlijk de eerste Tekken is waarom ik een PlayStation heb gekocht. Tekken 2 is dat is een obsessie geweest. Tekken 3 heb ik nogal wat gespeeld. En daarom was het klaar. Als we nu God of War wegstemmen, dan heeft Naughty Dog gewonnen. En dan kunnen we naar huis. Ja, maar dat laat Boris niet gebeuren, hè? God of War kan Boris wil heel graag God of War weg. Ik geef eerlijk gezegd van de games die er nu staan alleen nog een beetje om Uncharted. En je moet kiezen. En ik moet daar ook bij zeggen, als er nooit meer een Uncharted game uitkomt... Dan komt geen Uncharted game. Kijk, weet je wat ze gaan doen, weet je? Het wordt gewoon een woke bullshit scheidproductie. Het wordt fantastisch. Nee, daarom is het mooi dat ze die nooit meer maken. Maar welke moeten hier nu weg? Want we hebben Crash Bandicoot, we hebben Uncharted, we hebben Jack and Dexter en God of War. Maar God of War hebben we al teruggehaald, dus dat heeft geen zin. Het mag allemaal weg.
Nee, dan doen we God of War weg. Nee, want Infamous was letterlijk de enige game die hier met kop en schouders bovenuit staat. Oké, maar, nee, maar dat kan ik wil Infamous op. Terug. Ik wil gewoon Infamous terug en de rest mag weg. Ja, helaas. Ik wil wel het oordeel is al geveld. Dan doe ik Crash Bandicoot weg. Nee. Ja, daar ben ik mee eens. Ja, hop, weg met die schepen. Ik heb net met jou geholpen om... Ja, dat om... krijg je, dat ja, krijg je. Mensen dat is gewoon in mijn mensen in gestoken. Hey, tuut brute. Ja, dan krijg je met je Last of Us remake grapjes. Ja? Hoppa, weg met die zo. Had je kidding. Nou, daar zijn we er. Ja. Dan zijn we er. En dan denk ik op zich wel dat we nog een aardig lijstje hebben. Het, is gelukkig, het zijn gelukkig ook wel echt PlayStation franchises nu. Dus niet eentje die... Of Jak and Daxter of Uncharted. We zijn er al. We hebben God of War, Jack and Daxter en Uncharted. We moeten er drie overhouden. Ja. Nee, één moet er. There can Eén. Only be one. There ja, can voor only mij be is eentje. Dat God of War. Voor hem is dat Jack and Daxter. En jij zei Uncharted. Nee, één moet er overblijven. Okay. Dat is wat jij je zei. Niet There drie. Can only be one. Ja. Ja, sorry, maar dan is maar voor mij God was of War de beste die nog steeds... God of War is voor mij een principe kwestie. Joey, dit is je kans op revanche. Koos heeft je net in je rug gestoken. Nu kan je terugslaan. God of War moet weg. God of War weg. God of War gaat weg. Hoppa, God of War weg. Ja, jullie tonen alleen maar aan... alsjeblieft ook helpen om Uncharted weg te doen. Jullie tonen alleen maar aan wat voor slechte smaak jullie hebben. Het maakt mij nu niet meer. Doe maar Uncharted weg dan. Ja? Omdat het woke Naughty Dog kut shit wordt als ze ooit nog een Uncharted game maken. Maar we moeten dus de enige... vieren dat ze dus games hebben gemaakt die niet zo waren en succesvol zijn. Maar het is toch ook leuk als de enige die we overhouden een franchise ik denk is als je een statement wil maken naar een nieuw fuck. Dus de enige franchise dan moet je Uncharted erin halen. Maar luister, dit is de enige franchise waar geen games meer van gemaakt worden en die wint dan. Dat is toch juist maar weet je, dit is waarom ik geen PlayStation 5 heb gekocht. Maar serieus, nee, maar dit wat we hier, dat vind ik namelijk wel een grappige conclusie. Omdat ik Infamous heb weggestemd. Nee, Sony heeft een probleem. En Sony heeft een probleem met die first party titels. Wij moeten nu dingen wegstemmen. Dat is het spelletje. Het is niet zo dat we anders alles luister, ik sta in de mediamarkt en dan moet ik shit wegstemmen. Xbox 12 had overgehouden. Weet je wel, daar zit toekomst in. Nee, want je moest er maar eentje overblijven. Nee, we houden alles, want het komt dag 1 op Game Pass. Nee, maar oprecht. Ik vind Jak and Daxter nu als beste PlayStation franchise labelen. Dat is een aanfluiting. Dat is een aanfluiting. Ja, dat is echt een aanfluiting. Oké, doe die kaart weer helemaal leeg. Nee. Doe Jak and Daxter ook maar weg. Doe Jak and Daxter ook maar weg. Hoopt die ook weg? Maar dat kan echt niet. Jawel. Dit kan Doe Infamous niet. Terug. There can only be none. Dat is dit item. Alles is weg. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik ook. Vet. Wauw, we hebben het samen moeten doen.